Nou ja, ik ben nu nog aan het voetballen op een laag pitje. Maar het, zeg maar, het stukje loslaten, daar had ik heel veel moeite mee. Life After Football organiseerde ook dit jaar weer een voetgolf-event. Naast het potje voetgolf werd ook het magazine onthuld. Met Sofyan Amrabat op de cover staat deze editie in het teken van happiness. Voetbalzone was uitgenodigd en sprak met een aantal voetbalprominenten over het leven na het voetballen. Voor mij is Life After Football een stukje content met voetballers, met merken en het samenbrengen van mensen. Dat is iets wat mij altijd al een beetje heeft geïnteresseerd. Maar als je kijkt naar andere jongens, ja, dan zie je dat dat heel uiteenlopend is. Van trainer tot iemand die een eigen bedrijf heeft of gaat investeren. Mijn laatste jaar dat ik nog voetbalde, kreeg ik al een beetje een rol om met de jeugd bezig te houden. En nu ik officieel ben gestopt, ben ik ook daadwerkelijk werkzaam als trainer. Een beetje ondernemen, vader geworden in de tussentijd. En voetballen heb ik heel lang afscheid van genomen. Sinds dit seizoen speel ik weer bij zondag 4 voor AFC. Met een fantastisch elftal. Dus dat is een beetje in korte lijnen wat ik nu doen ben. Ik zit nog bij Kasaka Boys. Volgend jaar plak ik er nog een seizoen aan. Daarnaast ben ik werkzaam in de zorg. Wat doe je daar? Ik ben begeleider. Ik kom in op het moment dat er, zeg maar, extra begeleiding moet zijn met bepaalde cliënten die op dat moment niet in Gareel te houden zijn en dat soort dingen. AEC's, maar dat kan ook zomaar zo zijn voor jongens die net uit detentie komen, die op een afdeling komen en daar kom ik dan bij toepassen. Dus wat dat betreft een hele andere soort wending, maar ik denk dat het wel heel erg goed is voor mijn eigen balans. Ik moet zeggen, het leven als trainer is een stuk zwaarder als voetballer, omdat je veel meer langere dagen maakt. En daarbuiten is het meer een beetje doen wat je leuk vindt. Dus het leven nu is zwaarder? Ja, ik moet zeggen dat ik nu veel langere dagen maak. Ik ben ook veel meer bezig. Je bent natuurlijk ook met andere elftal, niet alleen met het eerste, maar ook met de jeugdelftallen ben je bezig. Dus voor mij is het leven als trainer zwaarder dan het leven als voetballer. Voetbal, daar sta je mee op en dan ga je weer mee naar bed. De focus, de stress, het moeten presteren elke keer weer. En dat is natuurlijk nu totaal niet het geval. Tuurlijk, wat je doet, ook het analistenwerk of wat dan ook, doe je zo goed mogelijk. Maar dat kan je niet vergelijken als in mijn periode als voetballer. En, waarom niet dan? Omdat voetbal is veel intensiever. Iedereen heeft een mening over je. Veel meer dan nu. Wat ik zeg, ik ben niet 6 dagen in de week of 7 dagen in de week met mijn werk bezig. En dat was als voetballer wel. Je staat zo onder hoogspanning, zeker als je bij topclubs speelt. Veel oud-voetballers blijven nauw betrokken bij het voetbal en ambiëren een functie in de voetballerij. Dat geldt niet voor iedereen. Soms is het wat langer zoeken totdat je een nieuwe passie of route hebt gevonden. Maar waar ligt dat aan? Ik denk dat het belangrijk is voor, vooral voor ex-voetballers, om onder de mensen te komen die niet per se iets direct met voetbal te hebben. Omdat ik denk dat als jij als voetballer 10, 15 jaar alleen maar gevoetbald hebt, dan blijf je ook vaak die identiteit behouden. Dus, en om daarna ben je dus geen voetballer meer en moet je dus iets anders. En dat is best wel een probleem voor meerdere, maar eigenlijk voor atleten in het algemeen, om dan weer een nieuw ritme te vinden. Voor mij is het vooral mezelf leren kennen, een nieuwe purpose vinden in het leven en meer tijd hebben voor mijn dochters. Wat is die purpose nu geworden? Ik heb het nog niet gevonden, moet ik zeggen. Nee, ik ben nog steeds zoekende, is niet zo makkelijk. Het is vooral, denk ik, rust nemen, wat nu voor mij dan, ja. Fysieke rust of mentale rust? Beide. En, als je maar gaat forceren en blijft zoeken naar de next ding, en dat is wat ik had gedaan toen ik net stopte. Maar nu eigenlijk van, oké, genieten van waar ik nu ben, met mijn kinderen zijn en dan vanzelf, komt vanzelf op mijn pad. Nou ja, ik ben nu nog aan het voetballen op een laag pitje, maar het, zeg maar, het stukje loslaten, daar had ik heel veel moeite mee. En dan ook nog het stukje afscheid nemen van, zeg maar, dat wat daar was, begrijp je? Dus ik had het gevoel dat het dan wel gepaard ging met, oké, misschien moet ik gaan assisteren, misschien moet ik me gaan focussen alleen op coaching en dat soort dingen. Maar dan blijf je, zeg maar, toch blijven hangen in hetzelfde wereld. Dus ik denk dat voor mij het belangrijk was die combinatie met het voetballen nog steeds, maar dan ook heel iets anders. Om toch een hele andere kijk te kunnen krijgen op, zeg maar, het maatschappelijke en het sociale. En ja, gewoon de andere werkwijze, zeg maar. Hoe vul je dan nu je dagen? Hoe ziet het eruit? Nu een dag in het leven van Gregory van der Wiel? Ik sport
niet elke dag. Nou, niks zo Brits, hè? Ja, je ziet het. Nee, ik in de gym, lekker krachttraining. Ik padel veel, vind ik superleuk. Het staat in het teken van heel erg gezond leven. Ik deel natuurlijk nog steeds met mezelf en met mijn mental health. Dus ik ben daar nog niet uit. Gaat wel de betere kant op. Maar daardoor doe ik eigenlijk alles om me beter te voelen. En alles wat goed voor mijn lichaam is en goed voor mijn mind. Ja. Heb je dat tijdens je carrière te weinig gedaan? Nou, vrijwel niet. Ik benoem dat vaak nu. Als ik zou leven tijdens mijn carrière hoe ik nu leef, nou, dan weet ik niet hoeveel beter ik nog kon zijn. Ja. Maar ja, alles hoe ik nu leef, wat ik nu toepas, dat ken ik nu pas sinds 1-2 jaar allemaal. En tijdens mijn carrière is eigenlijk bizar dat je zoveel betaald krijgt en zo hoog speelt. Maar hoe die sporten soms leven is... Niet bij. Nou ja, iedereen is een ding natuurlijk, weet je. Uiteindelijk gaat het om presteren en als je presteert, dan presteer je. Maar zoals ik zeg voor mezelf, als ik allemaal wist tijdens mijn carrière wat ik nu allemaal wist qua voeding, qua slaap, ik meet mijn slaap, ik doe dit, ik doe alles, ik doe op mentaal vlak, ik mediteer, ja, dan ik weet het niet, hè. Ik voel me ook vrijer als persoon, snap je? Als je continu moet bezig zijn met van wat wil ik nou gaan doen, waar moet ik me nou op gaan focussen, dat is wel iets, dat was wel een dingetje voor mij. Heb jij je daarvoor het voetballen nooit echt voorbereid? Wat je zou gaan doen na het voetballen? Ja, ik heb me daar eigenlijk nooit op voorbereid. Dat is de reden waarom ik eigenlijk ook te maken heb met deze situatie. Ja, achteraf gezien is het makkelijk praten uiteindelijk. Maar ja, ik denk dat ik veel te jong was en ook te weinig kennis om zomaar even te zeggen. En ja, die kennis doe je op doorloop de jaren. Maar ik moet zeggen, ik ben nog steeds lerende. En ik ben natuurlijk ook niet de beroerdste om te leren. Ik ben blij dat ik nog leergierig ben. En dat ik mezelf niet alleen maar blame, zeg maar. Dat ik zeg maar niet zo ver ben als iemand anders dat zou zijn.